Dit is het Oranjerie Sinterklaasjournaal. Sinterklaas. Waarom zijn we zo druk met alles of niets? En waar rennen we achteraan? In de auto of met de trein op de fiets? Niemand doet er nog kalmpjes aan. Wie zorgt er voor die razernij? Dat is de Pietenbaas. Rijdt hij stil jouw huisje voorbij? Wie staakt ons wild geraas? Ja, dat kan alleen maar Sinterklaas. Sint, hoor je hoe de wind waait? Door de bomen zie de maan. Sinterklaas, hij komt eraan. Vol verwachting klopt ons hart spontaan. Hoor je het kloppen en hoor wie klopt daar? Spanje weer aan, die van die lieve goede Sint. En wie geeft als hij jarig is, cadeaus aan ieder kind? Dat is de Sint. Sint, hoor je hoe de wind waait? En hoor wie klopt daar heel zachtjes tegen het raam? Het is Zwarte Piet met Sint samen. Ik hoef niet te vragen naar zijn naam. Sinterklaas, Sinterklaas. Hallo kinderen van de Oranjerie. Wat leuk dat jullie meekijken. We zijn in de keuken, in de oranjerie. Hé, wie zie ik daar? Zo, een pepernootje hier en een pepernootje daar. Oh, wat is dat heerlijk. Zo, een beetje van mijn soepje. Oh, wat ruikt het toch weer heerlijk. Heerlijk om in Nederland te zijn. Ik kon niet wachten om weer pepernoten te gaan maken. Mijn specialiteit. Een pepernootje hier. Zo, en een pepernootje hier. Ik moet even spiegelen, want de recept weet ik natuurlijk niet uit mijn hoofd. Oh, zus Klaasina. Dat doet mij deugd je te zien hier in de keuken. Fantastisch, hè? Wat ben je aan het klaarmaken? Nico, ik ben pepernoten aan het maken. Mijn favoriete recept en ook mijn beste recept. Dat weet jij toch, Nico? Och, Klaasina, heerlijk. Oh, dat doet mij denken aan 1967 en de Slag van Spanje. Toen al die pepernoten uitverkocht waren. Oh, ja, dat was mijn favoriete jaar. Het was ook zo'n mooi en spannend jaar om mijn eerste mooie, lekkere pepernoten te maken, Nico. Ik zit er twee in. Ja, ik ook. Ja, ik denk dat ik wel meega. Ik ben toch wel, jongens. Ja, nee, ik ga ook met mijn twee, hoor. Nou, laat me zien dan. Ja. Nee. Ik heb toch echt duidelijk gewonnen, hoor. Nee. Jawel. Kijk, ik hou niks over, jongens. Niks. En terecht. Deze zijn echt heerlijk. Hier kan ik nou echt van genieten. Wat bedoel je, die pepernoten? Wie dit heeft uitgevonden moet toch echt schatrijk zijn? Ja, duh! Wat dacht je dan? Sinterklaas die heeft natuurlijk het idee van die pepernoten en van die kruidnoot. Je moest wat eens weten. Wat kan mij dat nou schelen? Ze zijn toch gewoon geweldig? Ja, geweldig. Maar wel gewoon. Huh? Nou, gewoon. Ze zijn allemaal rond. Ze zijn altijd rond. Ze worden tijd dat ze een keer een ander figuurtje gaan verzinnen. En je bedoelt? Die eeuwige ronde pepernoot. Na 10.000 jaar zijn we er toch wel op uitgekeken. Geweldig idee. Wat een goed plan. Ik vind echt het een goed idee. Echt heel leuk. Kom, we gaan zitten kijken voor mijn plan. Nico!
Sklazina! En wat jij toen van die schommel afviel, En toen kwam je met een pepernootje mee te roosten. Ik legde hem op je knie en het deed echt wonderen. Oh, Klazina, schenk nog even een beetje bij. Het is echt geweldig, geweldig! Pepernoot is altijd zo rond. We willen nu gewoon iets anders. Ruitjes, driehoekjes, vierkantjes. Roze, paars, groen, aardbei, persik, citroen. Ja, of in de vorm van een stoomboot. In een stoomboot, ja, leuk hè? Nou, maar wat een uitstekend idee. Ik vind het een geweldig idee. Maar het stekend idee. Nico, moet ik dat dan doen? Ik doe al jaren dat op dezelfde manier ik draai, Pepernoot. Klazina, het lijkt me een hartstikke leuk idee om dat door de kinderen te laten ontwerpen van de oranjerie. Dat is een goed idee. Ja. Het is echt geweldig, geweldig. Ik vind het een geweldig idee. Wat zeg ik? Ik vind het een super... Oh nee. Er is allemaal dikmaakpoeder in het beslag gevallen van de pepernotensoep. Oh, en volgens mij heeft helemaal niemand het gezien. Oh jee. Als dat maar goed afloopt. Goed jongens, en nu allemaal de keuken uit, want ik ga eten voorbereiden. Oh, Piet, sorry toch. Kom hier, heb ik jou helemaal laten vallen. Jij eet altijd enthousiast. Wat gebeurt er van de zaal? Ga lekker zitten, ik kom met een heerlijk soepje van jullie aan. Lekker soepje. Oh, een heerlijk soepje. Wat een mijn speciale pepernotenbrood op mee. Want het is oh zo lekker in de soep. Groot gekeken natuurlijk. Ja, wat ruikt hier. Pietjes! Ik kom er aan met soep. Allemaal even rustig. Ik heb voor jullie een heerlijk pepersoepje gemaakt. Jongens, heb je erbij? Heerlijk. Ik zou ja zeggen hoor. Ik zou ja zeggen. Kom maar op. Dan word je nog groter van. Nee, ik ben een lekker pepersoepje. Nou, nee, doe voor mij maar niet hoor. Oh, waarom? Ik heb hoofdpijn. Ik denk dat ik even een dutje ga doen. Geef het maar aan de pieten. Ach, Nico. Ja. Ga jij me even lekker een dutje doen? Ik doe even een dutje. Een pepersoepje voor jou. En een pepersoepje voor jou. Denk even nog een beetje. Duur. Kijk eens even. Dankjewel. Een heerlijk pepersoepje. Oh, heerlijk. Weet je wat? Jeetje zeg. Wat een vermoeiende dag zeg. Poeh. Oh ja, ik vergeet bijna nog te zeggen van die pepernoten kinderen. Het is wel de bedoeling dat jullie natuurlijk ons helpen met nieuwe vormen en smaken. En misschien kunnen jullie iets kleuren of iets tekenen voor de pepernoten. En dan kunnen jullie dat hier in de ideeënbus doen. Dat lijkt me een heel goed idee. Maar je kan het natuurlijk ook gewoon ergens ophangen. Dan zien wij het ook. Ja, ik denk dat een prima idee is. Nou, ik ga lekker slapen en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Pietjes, kom maar verder hoor. Weet je dat zeiken, Sinterklaas? Ja, doe toch niet zo gek, kom maar. Och, wat is er gebeurd?